Rick de Baere van Natuurpunt Aalst. Vandaag voor de 9e keer de Big Jump. Wat had dat juist in? Wel, dat is al de 9e keer dat wij in het water springen met zoveel mogelijk aalstenaars om aandacht te vragen voor proper water. En de waterkwaliteit gaat er wel op vooruit. Denderwater is relatief oké, maar dan moet ook nog verder geïnvesteerd worden in waterzuivering. En dat proper water, dat is wel ideaal voor de natuur, want we zien dat een aantal bedreigde soorten terugkomen. De fuut broedt tot in het centrum van Aalst. We zien de ooievaar in de dendermeersen. En ook de bever doet het fantastisch. Dus de natuur reageert direct zeer positief op dat proper water. Maar proper water alleen is niet genoeg. We hebben ook groene denderoevers nodig. Een bever heeft groen en bomen nodig langs de dender om aan te knagen. Die futen moeten ergens kunnen inbroeden. We zien dat er allerlei projecten bezig zijn in Aalst om de dender en de denderkaaien terug te opwaarderen. Maar een beetje ten koste van de natuur, vrezen wij. We hebben bijvoorbeeld aan de achterkant van het station nog een aantal zachte denderoevers met rietkragen en zo. Dus wij willen eigenlijk van de Big Jump en de aandacht rond de Big Jump gebruik maken om aan de beleidsmakers op Aalsters niveau en Vlaams niveau te vragen van om die groene denderoevers toch zoveel mogelijk intact te houden tijdens al die projecten. Ja, het weer is ietsje minder dan vorig jaar, want vorig jaar was het heel warm. Verwacht u een grote opkomst? Wel, de opkomst is toch nog vrij oké, denk ik, voor de weersomstandigheden. Het is al erger geweest natuurlijk. We hebben een Big Jump ooit een keer moeten afgelasten omwille van te veel regen. En nu zitten we eigenlijk met dat omgekeerd probleem. We hebben al 3 zomers na elkaar te weinig regenval, wat ook heel nadelig is voor de natuur. Alle natuur die te maken heeft met water, met moerassen, bijvoorbeeld de salamanders, de kampsalamander in de Honegem bijvoorbeeld, is al derde jaar op rij slachtoffer van die droogte. We gaan geen jonge salamanders hebben voor de derde keer. Dus die bedreigde populaties gaan op die manier echt wel in de problemen komen. Dus het zou wel een keer mogen regenen, maar liefst niet vandaag natuurlijk. Oké, Rick, af slot, ga je zelf springen? Wel, ik heb net een operatie achter de rug aan mijn teen. Dus de dokter heeft gezegd dat het absoluut niet aangeraden is om nu te zwemmen. Andere jaren heb ik het wel gedaan. Nu ga ik vanaf de kant kijken. En ik moet me trouwens een beetje bezighouden met een bijzonder element van de waterfauna van de denders. Want we hebben een zeemeermin te gast, Sieglinde, die hier straks een klein beetje gaat zingen. Dus ik ga die een beetje moeten begeleiden. Oké, we kijken er naar uit. Bedankt, Rick. Ja, graag gedaan. Wat zin ik hier? Ga je een dinner springen? Voor de keer dat we dat eens kunnen doen, moeten we dat doen. Hè? Het is een keer een kans, hè, want ja, met carnaval is de kaart. Ja. Dus dat komt er meestal in leven door. Dus, ik ga eens een vraag stellen. Ik denk dat je het allemaal weet. De Big Jump, weet je wel voor wat dat stoot? Voor proper water, hè? Maar in dat bakje op te zien, is er nog veel waar komen. Je kunt toch zwemmen, hè? Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, maar ik heb mijn attributes mee, hè, voor boven te drijven. Hè. Ja. Weet je niet dat er dan een haai zit? Ja, dat dan nog beneden trekt. Ja. Oké, Werner, veel succes. Merci, jongen. Ja, merci.